Een hele goede morgen, dames en heren. Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en voordat ik verder de vlog ga beginnen, kwam Myron zojuist binnenvallen bij mij. Echt super lief. Ik word ontzettend goed verzorgd door Myron. Ik heb hier dus ook weer echt een heerlijke shake die ik lekker aan het drinken ben, vol met vitamintjes. Ja, check het. Holy moly. Ik heb een nieuwe. Het ziet er nice uit. Ja, die is goed gelukt, hè? Die is heel goed gelukt. En ja, weer super simpel. Nice hoor. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je lekker geslapen? Mm-hmm. Hoe voel je? Moe. Hoe vond je de film gisteravond nog? Je had hem afgekeken, ik had hem gisteren al gezien. Die film is super sick. Ja, die was vet, hè? Ja, niet normaal. Ja, ik vond hem ook echt leuk. We hebben een film gekeken, die heet Moonfall. Ja. En die is echt heel goed. We echt moeten nice. Ook echt binnenkort weer naar de bioscoop, hoor. Dat is veel te. Ja, weet je naar welke we moeten? Ik weet het. Dus Lightyear. Ook, ja. Weet je welke nog meer? Nee. Nieuwe Jurassic Park. Ja, die moet je ook in de bios zien. Ja, daar was Thijs heen geweest met Janneke. Echt? Vonden ze hem leuk? Ja, hij zei, moet je echt samen heen gaan. Wow, echt leuk. Oké. Okay. Ja. Hij ging naar zo'n 4D. Oh, dat is wel spannend hoor. Dat alles meebeweegt en allemaal water in de stoelen en weet ik veel wat allemaal. Oh jee. What's going on? Ik heb ook een lekkere smoothie gemaakt. Wil je die ook? Hier? Ja, ik hoor die pers, ja. Wat? Ik hoor je pijn. Dat klonk echt raar. Oké, goedemorgen. Goedemorgen, hondje. Huh? Altijd die voetjes, hè? Sorry, ja. Je hoort zo een beetje zo geritsel. Ze heet met de voeten heen en weer aan het gaan. Ik doe dat altijd. Ja, soms ligt het tegen me aan en dan gaan die voeten helemaal zo tegen mij aanschuren. En dan zeg ik, kap, nee, ik wil gewoon lekker met mijn voetjes. Ja, ik wil gewoon met mijn voeten bewegen. Ja, ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Ik heb dat ook wel, hoor, maar niet zo extreem. Dit is letterlijk wat ik doe. Gewoon zo, echt? Ja. Oh, ik dacht dat je ze tegen elkaar aandeed. Nee, ik doe lekker soms met één, soms met twee. Maar dit doe ik dan onder de deken. En dat voelt zo fijn. Dat voel je ook lekker tegen de deken zo. Ja, dit doe ik echt al. Nou, ik weet niet hoe lang ik dit al doe. Echt heel lang. Net als in je haar de rondjes draaien. Ja, ook al doe ik dat niet zo heel vaak meer. Nee, klopt. Haar is niet lang genoeg. Maar serieus, dit doe ik echt zo vaak. En dan zit deken er overheen. En dan. En dan wordt het ook lekker warm van of zo. Erg schattig. Nou, drink je koffie op. Ja, ga ik doen. Of wil je die bij de computer? Ja. Goedemorgen, zegt ik een Beertje. Goedemorgen, Beertje. Goedemorgen, Beertje. Die is echt mega, hè? Mag die een keer tussen ons in slapen? Ja, hoor. Dit is ook echt fijn kussentje. Ja, die is zacht, hè? Ik ben er ook nog steeds zo blij mee. En dat is met de spiegel. Ja, de spiegel is echt goeie. Ja. Soms word ik wakker en kijk en denk, oh shit. Spiegel. Oké, ik ga deze bij je computer neerzetten. Net als een smoothie. De smoothie. Gisteren heb ik een dag gehad zonder paracetamolletjes. Dus toen dacht ik van, oké, super nice. Het gaat de goede kant op. Maar ik werd dus net wakker en ik voel me nog steeds niet oké. En het is echt nu wel heel erg demotiverend of zo. Ik weet niet wat het is. Frustrerend. Dat is het goede woord. Het is frustrerend. Want dingen doe ik wel, maar ja, niet actief voor de vlog of iets of wat dan ook. Ik bedoel, ik kan wel op de computer allemaal mailtjes gaan doen of andere dingen regelen, maar het zijn geen boeiende dingen voor de vlogs, laat ik het zo zeggen. Dus dat gaat wel een beetje in mijn hoofd zitten. Ja, en het is gewoon echt frustrerend dat ik dus nu weer ga beginnen met de paracetamolletjes, want ik voel me gewoon echt weer min. Ik voel me slechter dan gisteren. Hoe dan? Dat is het misschien ook, hè. Soms, en dat is misschien ook wel belangrijk om mee te nemen in het leven überhaupt. Het is goed om een doel te hebben soms. Alleen, als je de lat echt super hoog gaat leggen en je haalt het niet, dan kan je dat misschien wel verwerken. Maar als je elke keer de lat hoog, 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 hoog legt en elke keer falen, 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 kan dat des te mate zo ontzettend demotiverend zijn. Of dan kan je daar zo'n slag van krijgen. Zo'n naslag, een negatieve naslag, dat je denkt van, yo, dit is helemaal niet chill. En ik doe dat eigenlijk niet zo heel vaak. Meestal ga ik van het weinige uit en dan gaat het er ver boven en dan ben ik echt super happy en hyped. Maar gisteren ging ik eigenlijk wel echt 100% vanuit dat ik me gewoon vandaag beter zou voelen. En dat is dus niet het geval. Dus het is even een beetje een tegenslag. We gaan paracetamolletjes even innemen. Het is wat het is.
Ah, zo, deze is in ieder geval helemaal leeg. We gaan wel iets leuks doen vandaag. We hebben eindelijk weer iets te doen in de vlog, behalve Lego. Ook al heb ik heel erg veel zin in Lego, we gaan iets anders doen. Daarom is Myron nu heel eventjes weg naar de winkel, even wat spullen halen. Myron mag naar buiten. Ze heeft vanaf de allereerste dag tot nu gewoon geen klachten. Ze was gisteren dan misschien een heel klein beetje verkouden, maar daar heeft ze vandaag absoluut geen last meer van. En gewoon helemaal oké. Okay. Ze heeft ook weer een test gedaan. Die zal ik wel eventjes aan jullie laten zien. Er liggen hier meerdere testen. Nou, die zijn allemaal negatief van Myron. Die liggen daaronder. En die van mij daarboven zijn er twee. En die zijn allebei positief. Dus Myron is helemaal oké. Okay. Dus die is even wat spulletjes aan het halen. En dat is wel echt heel erg nice. Want dan kunnen we echt iets gaafs gaan doen. Maar, eerst even het volgende. Ik was laatst in Berlijn. Samen met Joost, Thijs en Teun. En afgelopen zondag is er een optreden geweest bij Pinkpop van Joost. En ik krijg daar zoveel van te zien op het internet. En nu is er een nummer. En ik kan er nu al haast emotioneel van worden als ik eraan denk. Maar er is een nummer van Joost die hij nog niet heeft uitgebracht. Maar die hij wel, volgens mij dus voor de eerste keer bij Pinkpop. Ja, ik weet wel zeker, voor de eerste keer bij Pinkpop heeft gedaan. En dat vind ik super stoer van hem. Vind ik super knap. En ik ben ook echt super trots op Joost. Shoutout naar Joost. Ik heb hier ook nog een mooie award van Joost. Kijk dan. Hoppakee. Op de heenweg naar Berlijn toe liet Joost mij een nummer horen. Samen met Tantu. En toen zei hij van, yo, Enzo, Thijs, dit is mijn meest diepe, eerlijke track die ik ooit heb gemaakt. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Ja, en ik luisterde die track en ik was gewoon helemaal wauw. Ik was gewoon helemaal diep in een wolken vol met emoties gekomen. En dat was echt heel heftig. Maar super mooi ook tegelijkertijd. Ja, en toen daarna hebben we een paar dagen gechilled in Berlijn. En toen op de terugweg heb ik sowieso echt iets van 4 uur met Joost in 1 stuk doorgepraat in de auto. Super goede gesprek gehad. En nu zie ik dus allemaal mooie berichten over het optreden van Joost. Dus het lijkt mij een heel mooi moment om dan nu even de stoel aan te schuiven hier bij de computer. En samen eens even te gaan kijken naar zijn optreden. Want ik heb daar dus nog helemaal niks van gezien. En ik ben heel erg benieuwd. Ja, de Friese vlag erbij. Tuurlijk. Nu komt ie. Dit nummer is alleen voor mijn ouders. Dus luister vooral mee. Daar sta je dan, bij de crematie van je pa. Na al die tijd van vluchten, sta je stil en denk je na. Dit is nooit meer vla. Nooit meer vla voor de tv. Nooit meer samen kijken naar DWDD. Nooit meer dansen in het huis en nooit meer klappen met een vuist. Misschien was het niet juist, maar ik mis ons en ik mis thuis. De crematie van je ma. Allemaal huilende gezichten, maar dat vond ik best normaal. En ze was zo'n lieve vrouw. Nog zoveel dat ik zeggen wou van het spijt me en sorry, maar mijn hart die is nu koud. Voor jou bewaar ik mijn geduld in een kistje onder mijn bed. Maar wat is een pretpark? Een pretpark zonder pret. Florida 2009, daar kwam ik mezelf tegen. Maar heb een steen verlegd in de rivier. En dat ondanks alle regen. Pinkpop, echt dankjewel man. Echt dankjewel. Wauw. Holy shit. Die Joost. Wauw. Wauw. Dat is toch niet normaal dit? Wauw, Joost is echt een ander level gewoon. Ongelooflijk. Wauw, ongelooflijk. Ik moet gewoon even bijkomen. Dit is toch echt niet normaal.
Ik kan gewoon niet stoppen ook. Dit is zo mooi, dit is zo mooi. Dit is echt zo mooi, niet normaal. Echt alleen maar respect naar Joost. Niet normaal. Echt niet normaal. Dit is inderdaad kippenvel. Dit is echt zo'n mooi emotioneel nummer. En dat je hiervoor durft open te stellen. Voor zo'n publiek. En dat live durft te doen. Echt niet normaal. Echt niet normaal. En in die 4 uur tijd dat ik met Joost heb gepraat in de auto onderweg naar huis. Wat doe je toch met me, Joost? Oké, dat was hem. Wauw, dat was echt intens. Dat was echt super intens. Joost, jongen, wat doe je? Wat doe je met me? Ongelooflijk. Zo, ik heb Joost even een appje gestuurd. Oei, oei, oei. Als Maime straks terugkomt, ga ik het ook even aan haar laten zien. Het is echt, echt heel mooi dit. Ik ben blij dat ik dit met jullie kan delen, dames en heren. En ik ben sowieso met dit soort dingen, als het hierop aankomt, ik ben zo snel emotioneel. Ik kan gewoon helemaal me inleven en gewoon helemaal meegaan met die emotie. En dan, ja, voordat het optreden was begonnen, moest ik al eigenlijk huilen, joh. Ongelooflijk. Joost is gewoon zo'n mooi mens. Hij zit op een heel ander level. Hij is zo uniek, zo creatief in zijn eigen manier, zijn eigen stijl. Het is echt, echt heel mooi. En wat ik als laatste wil zeggen is dat de gesprekken die ik met hem heb gehad, die 4 uur van Duitsland naar Nederland, is, ja, Joost heeft me gewoon dingen verteld dat... Ik kan gewoon geen eens meer iets zeggen, man. Ai, ai, ai. Ik kan gewoon geen eens meer iets zeggen. Ik laat het hier wel bij. Ik zie dat mijn plantje water nodig heeft. Die heeft dan maar zo'n beetje water. En die moet gevuld worden. Dus goed excuus om even weg te gaan. Ik moet het waterplantje geven. Wat? Ik moet het plantje water geven. Zo, dames en heren, Maiwen is terug. Dat kunnen we zien aan de tas en aan de schilderijen. Hey, Maiwen. Weet je wat bijzonder is? Ik heb die video van Joost, dat optreden, heb ik net ook weer met Maiwen gekeken. Want ik zei tegen Maiwen van, wow, wat ik net heb meegemaakt, moest helemaal huilen en zo. Toen zei Maiwen, wat dan? Dus ik zei, dat optreden van Joost is zo mooi. En ik liet het aan Maiwen zien net en Maiwen moest ook helemaal huilen. Ja, echt bizar. Echt bizar. Ja, het is gewoon super mooi. Maar het komt ook omdat je Joost kent natuurlijk. Dus dan is het nog, gaat het nog dieper of zo. Ja, oké, goed. We gaan creatief de dag door. Yes, hier heb ik zoveel zin in. Dit is iets wat Maiwen ooit op TikTok heeft gezien. Ja. En ze wilde het echt al een hele lange tijd doen. En vandaag is de dag dat het gaat gebeuren. Dus, ik merk dat de paracetknolletjes een beetje inkikken, dus dat is fijn. Goed, we hebben 2 canvasdoeken. Je hebt er niet meer gehad? Wou je er meer? Oh ja, ik dacht je doet ook een paar van die kleintjes en zo. Oh ja, maar dat kan altijd wel. Oké. Toch? We gaan in ieder geval werken met gips, toch? Nou, nee, het is een soort van plamuur volgens mij. Oké. Want ik dacht dus dat het gips moest zijn, maar ik kreeg zoveel DM's. Want ik had een oproep gedaan van wat kan ik het beste gebruiken. En dit is serieus hetgene wat ik de hele tijd doorgestuurd kreeg. Oké, en dit is instant filler. Een soort van muurpasta dus. Een vulmiddel. Ja, vulmiddel. Oké. En het is dus al, serieus, het is al klaar. We hoeven niet te mengen. Je kan het hier uithalen, erop gooien en dan al smeren en dan is het al klaar. Meen je? Ja, dus dat heb ik. Ik heb 5 van die potten gekocht. Ik wist niet hoeveel ik moest nemen. Hoi joh, is dat duur? Nee, 3 euro volgens mij, 4 euro. Voor 1 zo'n pot? Ja. Voor 1 kilo? Oh, dat valt echt mee, ja. Ik heb het bonnetje meegenomen. Zo, het is zwaar. Ja. Is dit 1 kilo? Ja. Dit voelt veel meer. Ja, het voelt wel zwaarder, hè? Ja. Het is, even kijken, 4 euro voor 1 zo'n pot. Oké, dat valt dus heel erg mee. Ja, dus daar heb ik 5 van. Ik dacht, neem bonnetje mee, want als we dan te veel hebben, kan ik het altijd nog terugbrengen. En dan heb ik uiteindelijk nog verf. Ik weet niet of we het gaan verven, maar dat kan dan. Ja. Ik dacht misschien wel mooi om een soort van crème kleur erop te doen. Oké. En dan heb ik dit gehaald. Ja, dit is het belangrijkste, denk ik. Zo'n spatel, zo eentje als deze. Ja, maar je hebt ook deze. De normale nodig om het eerst helemaal uit te smeren. En dan met die maak je dat figuur. Ja, vet hoor. Heb je er zin in ook? Ja, ik heb er super veel zin in. Ik ben gewoon heel erg benieuwd of dit goed gaat uitpakken. Want wat ik heb gezien op TikTok is het echt
echt super nice. En ja, je kan het gewoon eigenlijk in eigenlijk elke woning wel gewoon ophangen en het ziet er gewoon super clean uit. Ja. Maar je kan het kopen, maar het is soms leuker om het zelf te proberen te maken. Als het niet lukt, kunnen we het altijd nog kopen. Maar ik denk serieus dat het wel gaat lukken. Ik denk het ook. Gaan we met z'n tweeën eerst eentje doen en daarna de andere? Of gaan we beide eentje maken? Ik denk gewoon beide eentje maken. Dacht ik al dat jij dat zou zeggen. Nee, maar dat is jouw feestje. Nee, dus. Maar weet je wat ik dus heel graag wil? Is dat ze wel helemaal matchy zijn. Dus ja. Dan als je ze zo naast elkaar ophangt, dat je zeg maar die ribbeltjes zo doet, maar die gaan dan over in deze. Ja, maar dat kan wel. Maar dan doen we wel samen één. En dan daarna samen die ander. Ja? Ja, dat wil jij liever, dat zie ik. Dus dan doen maar we dat wil wel. Ik gewoon 100% een beetje hetzelfde stem. Ja, en je vertrouwt mij niet. Daar komt het op neer. Nee, hoezo? Ik vertrouw je wel. Jij bent er helemaal goed in, denk ik. Oké, dames en heren, welkom in onze studio. Yes. Yes. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ook. Je moet wel oude kleren aan eigenlijk, hè? Oh, ga je vies worden? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, kom maar goed. Oké, wat is stap 1? Neem ons mee in dit proces. Ik weet het ook niet, hè. Is voor mij ook de eerste keer. Moeten deze tegen elkaar aan? Mag. Oké, dus het is in eerste instantie gewoon smeren. Dat is het spul. Oh, er zit een velletje op. Ugh. Ja, dit kan je letterlijk met je hand eruit halen en dan daarop. Met je handen? Ja, je kan ook een lepel gebruiken, maar we gaan voor het hele gevoel, hè? Toch? Niet? Zal ik het erop smeren? Ik denk dat we misschien zelfs twee van die potten voor één nodig hebben al. Nou, probeer maar. Ik ga dat nu gewoon smeren. Gewoon, ja. Dat moet je doen. Ja, nu kun je het met je handen al een beetje zo uitsmeren, maar je kan ook straks dat planuurmes gebruiken. We hebben sowieso twee potten nodig. Ja, ik denk wel meer. Doe jij even die ene? Ik denk dat ze eerst 5 potten nodig hebben voor 1 doek. Nee, dat niet. Want het moet niet heel dik zijn, hè? Nee? Nee, je kan hier bijna wel een halve mee doen, denk ik. Oh, het ruikt heel lekker. Wow, dat wil ik net zeggen. Het ruikt wel heel lekker. Ga jij die smeren? Ja, ik doe het uit het potje. Dit ziet er ook al fijn uit eigenlijk, hè? Oh, je gaat niet eens met je handen doen. Nee. Een bijzonder spel dit. Oh, dit smeert lekker, hè? Kijk, hier is ook een kleinere spatel nog. Wow, dat heb je echt al goed gedaan. Het wordt zo fijn. Nice! Wow, niet helemaal 2 potten dus, of wel? Ja. Wat we dus hier hebben gedaan, je ziet eigenlijk op camera niet zo heel veel verschil tussen deze twee. Behalve dat deze ietsjes meer beige is dan die, denk ik. Ja. Een soort van gebroken wit. Maar goed, dit is dus gewoon een canvasdoek. En dit is dus gewoon, zoals je nu kan zien met een beetje de belichting, ja, is gewoon dat vulspul. 3D-effect. Het 3D-effect. Alleen nu kunnen we dus figuurtjes erin maken. Ja, en wat het slimste is om zeg maar de ondergrond, die helemaal goed te hebben. En dan als laatste met die kartonmes te doen. Dus we moeten even bedenken wat we als achtergrond willen. Of dat heel strak moet of een beetje zoals wat er nu ligt. Oké, nou doe jij het maar. Nou, begin maken. Jij hebt heel veel TikToks ervan gezien, dus... Ja, dit ziet er wel al redelijk goed uit eigenlijk. Of we doen het zo naar zij. Dus dat we gewoon een beetje zo figuren erin maken. Ja, maak maar iets van. Nee, het is echt heel moeilijk te zien op camera. Ja? Ja. Oké. Oh, dit is wel nice hoor. Allemaal van die golven. Oh, dit is echt nice. Ja? Ja, dit is sick. Is dit mooi? Ja, dit is sowieso mooi. Oké, doe even die kantjes zo. Oké, doe jij dan de eerste met die kartel? Ja, is goed. En hoe wil je het dan over laten lopen? Wil je dit over laten lopen met die? Ja, dus het mooiste is om eerst eentje misschien hier te doen. Dat die zo gaat en dan zo. En dan kunnen we hem later daar oppakken. Ja, zo. Zo en dan die kant. Ja, naar jouw kant kan ook inderdaad. Dus gewoon hier beginnen en dan zo. Ja. Oké, daar gaat hij. Wauw. Wajo. Het is wel echt mooi hoor. Alleen nu baal ik een beetje van dit. Maar dat kan ook juist authentiek zijn. Ja, dat is het sowieso. Ja, ik vind het wel mooi. En dan die andere dan precies weer zo overnemen. We hebben hem wel dik gesmeerd hoor. Kijk maar. Zie je? Ja, ik zie het. Ja, hier zit wel echt een dikke laag. Ja. Maar maakt het niet uit, denk ik. Nee, het is alleen maar nice. En nu kan je nog hier iets doen wat je mooi vindt. Wow, de ballonnen vliegen weg. Ik dacht, wat hoor ik?
Door de wind gaan die ballen opzij. Ja. En wat wil je nu doen? Ja, wat jij ook wil. Ik smeer dit hier alvast aan, ja. Ja, dat is goed. Wat doe je? Je kijkt me dan aan, zo van, nee, doe maar niet. En dan zeg je, ja, is goed. Ja, ik zit dan na te denken, even zo van, ja, is goed. En nu wil je nog meer hier? Ja, dus nu kan je ook één streep zo helemaal hierheen doen. Misschien hier is dat mooi, daar. Ja. Ik weet het ook niet, hè. We moeten een beetje uittesten. Okay. Very good. Nice. Ja, en wat ik dus ook heel mooi vind altijd, is dat ze dan zo doen en dan meteen weer terug. Oh ja, doe jij die maar daar. Oh jee. Ja, maar. Shit. Nu ligt het druk bij mij. Ja, dat is wel een goeie. Dan is je eigenlijk al klaar. Ja, dat denk ik ook. Kijk hoe snel. Want soms is het gewoon hoe simpeler, hoe beter. Ja. Dus laat maar zien. Spannend. Ja, dat is nice. Oeh, dit is heel nice. Alleen dit vind ik dan. Ja, dat is een beetje dik. Misschien kunnen we dat met die lijnen een beetje wegkrijgen. Ja, beter. Voor een eerste zeker niet verkeerd. Ik denk ook dat het mooi is. Ja. En dan nu ga ik deze wel even smeren en dan kunnen we die connecten met elkaar. Zou ik nog één keer overheen gaan? Later. Ja, wat jij wil, schatje, maar wat niet. Als kunstenaar moet je gewoon doen, zo. Nu hebben we de canvassen tegen elkaar aangelegd. Dus nu gaan we hier die strook verder voortzetten. En die kunnen we dan bijvoorbeeld zo laten. Oeh, wauw. I like it. Kasso. Ja, wow. Yeah. Zo. Wauw. Goeie. Ja, hele goeie. Wow, ik had er helemaal niet zo over nagedacht. Ik dacht, we maken precies dezelfde. Maar dit is nog leuker inderdaad. Ja, en wat we dan nu doen, is deze. Ja, like it. Die kan daar ook doorheen inderdaad. Ja, wauw. Jeetje, schat. Jij bent hiervoor gemaakt, zeg. Ik moet zeggen, deze was wel clean. Ja. Deze is echt clean. Misschien moet die ook nog aan de andere kant, op die manier. Never do too much. Oh. Is this it? This is it. Never do too much. En hier dan? Nog iets? Ja, ik denk daar dus niks. Nee? Ik denk dat dit het is. Oké, nou, ik vertrouw op jou. Ja, ik vind ze wel echt super mooi hoor, zo. Ik denk dat dit het nu gewoon is. Ja? Ja. Ja, en nu laten drogen en dan kunnen we misschien morgen nog wat dingetjes verven. Als je het leuk vindt. Oké, dus ja, zo laten we het. Ja, is goed. Best wel sick, want in één keer zijn we klaar. Ja, het is best makkelijk, hè? Nou, ik denk dat het nog veel beter kan. Dus het was de eerste keer. Ja, maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, iedereen heeft zijn eerste keer, hè? Dus, ja, dat is waar. Het kan inderdaad smoother misschien. Maar ik vind het juist mooi dat het niet perfect is. Hey, ja. Ik zit op mijn knie. Wat ik merk is dat het best wel belangrijk is qua dikte. En dat is best wel moeilijk in te schatten hoe dik nou iets is, zeg maar. Klopt. Dus, ja, waarschijnlijk hebben we het niet helemaal goed verspreid. Nee, dat zie je wel. Maar misschien is dat ook wel leuk voor deze keer, wel mooi. Want hier zie je bijvoorbeeld nog een stuk canvas. Ja. Dus dat had beter gesmeerd gekund. Wil je dat opnieuw doen? Nee. Kijk, dat is het voordeel van dit spul. Het is niet meteen droog. Dus als je nu zoiets hebt van, ik vind het niet mooi, dan doe je gewoon weer de normale plamuurmest eroverheen en dan fix je het. Nee, dit is wel nice zo hoor. En ik denk dat we dit nog wel kunnen gebruiken als we het nu gewoon afsluiten. Ik denk het ook, ja. Hoeveel hebben we dan nu gebruikt? 3,5. Ja, dat denk ik. Ja. Nou, laten we het lekker zo drogen. Oké, dan is dit het. Ik ben echt super blij mee hoor. Nice, dit is wel een beetje wat we hadden gezien ook op TikTok. Ja, en je hoeft het niet per se naast elkaar te hangen natuurlijk. Je kan het ook onder elkaar doen, maar nu hebben we het zo gemaakt. Dus ja, dit is wel een beetje het idee. Maar ik zag ook al mensen die het zeg maar in de keuken hadden staan op het keukenblok. Blok. Op het keukenblok gezet en dan een beetje zo voor elkaar, naast elkaar. Dat is ook super mooi. Ja, ik vind het nice hoor. Goed gedaan, schatje. Nou, creabeas. Ja, goed gedaan. En dan nu, dames en heren, moeten we het gewoon laten drogen. Dat is hoe het nu verder in zijn werking gaat. Laten drogen voor 24 uur, zei je toch? Ongeveer, ja.
Ongeveer 24 uur. Maar je kan wel voelen straks. Of het, want ik voel nu op mijn knie al dat het best wel hard was. Ja, maar dat is een klein stukje. Dit is natuurlijk allemaal met elkaar verbonden. Ja, dat klopt. Dus ja, 24 uur moeten we dit laten drogen. En dan, Ik kan wel eens hier op de verpakking kijken wat hier staat. We gaan wel eens even zien hoe lang het uiteindelijk duurt. Misschien vanavond al, wie weet. Ah ja? Wow. Heel heet. Oh, joh, dit is heel risky. Oh, dit is zo nice. Damn, de kip. Oh, ja. Nice. De kippetjes die zijn overgebleven van gisteren. Die heeft Marvin opnieuw in de oven gedaan. Dus die gaan we lekker opeten met een lekker broodje. Dit is smeerkaas met kipfilet. Oh, smeerkaas. Waar is de smeerkaas? Oh, kijk dan hoe fijn de smeerkaas. Helemaal gesmolten. Door de hitte nog. En in de tussentijd zijn we lekker clever aan het spelen. Dus dit is weer perfect. Wat is dat? Ik heb helemaal niks van. Er is een pakketje binnengekomen. Die kwam net binnen. Ja, die kwam net binnen. Weet jij wat het is? Nee, er staat alleen Myron en Enzo. Dus ik dacht, ik wacht samen voor ons. Totdat je weer terug was van boodschap. Nou, maak maar open dan. Nice, toch? Ja. Nou, dan neem ik dit pakketje maar eens eventjes mee. Ik ga straks wel even een paar uurtjes livestreamen. Het is nu ook al bijna 7 uur in de avond. Dus dan ga ik de tijd nog even een beetje dooien met een paar uurtjes livestream. Dat lijkt me wel leuk. Hoe ik me voel? Beetje wisselend. Ik heb in ieder geval niet meer dan 2 paracetamolletjes gehad vandaag. Dus op zich, dat is wel chill. Laten we dit openmaken. Daar gaan we. Tadaa. Hey, allemaal goodies. Hoi, joh. Wat is dit? Wow, een 4-in-1 facial care set. Zo, kan ik even je gezicht goed schoonmaken? Nou, voor jou dacht ik. Dat is wel heel lief. Oh, kijk dan. Pokémon gouden 24 karaat kaartjes. Oh, dit is wel echt super lief. Dit is wel echt leuk. Ja, oh, er zit een briefje bij. Kijk dan, Pikachu. Oh. En Eevee. Hoe fijn is dat? Eevee, met de oortjes naar voren. En kijk, je hebt zo'n Pikachu die je zelf kan maken met Lego. Hé, hey, we zijn toch helemaal in de Lego. Een lekker geurtje. Ja. En een klei. Pink clay, facial mask. Oh, dit is een masker voor je gezicht. Dit ruikt lekker. Wat is dat? Body mist. Body mist? Body mist. Body mist. Ruik dan? Ja, ik ruik het. Mijn body, maar. Ruik lekker. Moet je dat op je lichaam smeren? Ja, het is dan op kleding. Maar eigenlijk... Zo, dat ruik je supergoed. Hey, Pokémon pakje. Echt lief. Dit is van Melanie. Oh, thanks Melanie. Dat is super lief. Zo, dat ruik je echt goed. Moet je dat echt op je lichaam? Ja. Ik ken dat helemaal niet. Hoezo op je lichaam dan? Fragrance mist. Oké. Okay. Bestaat dat al lang dat je zo'n spray op je lichaam doet? Ja. Dat heb je ook van Victoria's Secret. Oeh, ja, dat ken ik helemaal niet. Dit is ook wel lachen. Klei voor je hoofd. We hebben vandaag al klei gesmeerd. Maar dan hier op deze canvasdoeken. En nu een beetje klei op ons gezichtje. Oh, dat is echt zieke klei inderdaad. Heb ik op mijn gezicht gesmeerd? Nee, op mijn hand. Ik ga het nu op mijn gezicht smeren. Wow, holy moly. Zo, dat ruikt ook echt ziek erg. Waar ruikt het naar? Weet niet waar het naar ruikt. Volgens mij moet je hier heel veel van doen. Waarom branden dit soort dingen altijd bij mij? Omdat ik gevoelige huid heb, of niet? Sowieso, omdat je gisteren geschoren hebt. Oh ja, ik heb gisteren ook geschoren. Moet het nu hard worden of zo? Wat is de bedoeling? Moet je even op verpakking lezen. Ik zit helemaal onder. Waar heb je dat spul dan? Ja. Of moet ik nu met dat massage ding? Nee, dat denk ik niet. Oh. Oké, okay, ik ga mijn handen wassen. 10 tot 20 minuten. En dan zo lang? Moet je het eraf wassen. Hoi, yo. Hij ziet er wel lief uit zo. Dat duurt wel even. Ja. Zal ik zo'n mooi figuurtje maken? Nou, ik ben benieuwd wat er met je huid gebeurt dan. Oh. Smaakt niet lekker. Nee? Nee. Daarom is het ook voor op je gezicht. Ja, dat is per ongeluk. Oh. Niet op die spiegel spugen. Nee, dat doet spiegel spiegen, wou ik zeggen. Spiegel spiegen. Het dekt niet heel goed of zo. Nou, ik vind het best wit eigenlijk. Vind je? Ja. Oké, okay. Nou, ik laat het wel even erop zitten dan. Ik zet wel even je wekker op mijn telefoon. En dan kijken we wel eventjes wat er gebeurt straks. Het zou voor een stralende, schone huid zorgen. Ik ben heel erg benieuwd. Goed. Het ziet er ook gewoon dom uit als ik hier naartoe kijk. Kijk, naar die gast. Als ik naar die gast kijk, ziet het gewoon dom uit. Hallo. Oké, ik ga me klaarmaken om te streamen. En dan even een paar uurtjes, even de avond doorkomen. En dan komt het allemaal wel weer goed. A few moments later. Yo, Marvin. Yo.
Check dit. Wow. Het is bijna helemaal weg. Ja. Hoe dan? Ja, het is helemaal opgelost. Het is helemaal in mijn huid getrokken. Wow, ik ga het aan jullie laten zien, ja, in de badkamer. Oké, dit is echt sick. Check dan. Ik heb serieus helemaal niks gedaan, behalve gewacht. En check hoe het er nu uitziet. Het trekt wel helemaal. Dus ik ga heel eventjes mijn gezicht wassen. En na het gezicht wassen is het eten klaar. Maar dit is sick. Dit is nice. Zo. Zo, helemaal fresh denk ik dan maar. Oké, shout-out naar Melanie. Nogmaals dankjewel voor je lieve pakket. Vol met verrassingen. Echt heel erg nice. Oh, ik ben helemaal fresh. Hij ruikt het ook, mijn gezicht. Ja, ruikt wel lekker. Oh, nice. Hey. Hey, mama belt. Oké, wij gaan lekker eten, dames en heren. Hallo. Lekker gehakt hier, lekkere chippies en wat kaas met lekkere komkommertjes. Ga lekker eten. Voordat ik ga streamen, hebben we nog één dingetje. Marion die gaat nu naar buiten met een ballon en een boek. Vandaag is precies de dag dat mijn opa jarig is. En dat gingen ze vieren bij Milan. Nou, daar konden Marion en ik dus helaas niet bij zijn. Komen ze eraan? Ja. Oh, dat is perfect. Goeie timing. Snel, doe de deur open. Ik heb de sleutel niet. Oh my god, hier. Ja, zo maar. Hallo oma. En waar is de jarige Job? Waar is de jarige Job? Ze zien ons nog helemaal niet. Mama is aan het rijden. Zit de ballon er nog op? Ja, de ballon zit er nog op. Kijk dan. Daar hebben we dus dat boek liggen. Dat boek met alle foto's van mij en Myron. Met een ballon met gefeliciteerd. Dus dat is wel echt super leuk. Dat ligt daar beneden. Ja, mama ziet mij. Mama heeft moeite met de auto parkeren. Oh, oma ziet wat. Oma ziet wat, kijk. Hi oma! Hallo. Hallo! Hoe is haar? Goed! Hi opa! Hey! Ja, daar, we hebben Dixie voor neergezet. Oh, alleen de jarige Job mag het aanraken. Wie? Alleen de jarige Job. Alleen de jarige Job mag het aanraken. Hoe was het bij Milan? Jongen. Ja, goed. Ja, gaat nu serieus een beetje beter. Ja? Ja. Nou, we zijn even bij jullie nieuwe woning geweest. Ja, was mooi. Jammer, net kasteel. Ik heb al een plek uitgezakt met opa, helemaal in die hoek. Ik moest van oma letterlijk uitmeten op de caravan. Nog langs het huis en de garage komt. Dus opa die zat echt één. Zo, heel goed. Oh, wauw. Nou, opa, we hebben voor jou een cadeautje daar liggen. Ik heb al een cadeautje. Ja, maar ja, dat cadeautje, dat hebben we extra. Oh, extra. Wat leuk, hè. Oh, super. Ja. Ik weet het. Oh, prachtig. Oh, ja. En sorry. Daarvoor, hè. Oh, dit is van die foto's met de Anouk. Ja. Oh, wow. Ja, het is prachtig, man. Schitterend. Wat ze heeft vergeten met t-shirt aan te doen. Wat zei oma? Dat ik vergeten was een t-shirtje aan te doen, omdat ik een hemdje aan heb. Dit is zo opartig, maar het staat heel leuk, hoor. Ja, allemaal foto's van de fotoshoot. Schitterend. Ja, mooi, hè? Ja. Ja. Die zijn allebei fotomodellen. Nou. Ja, echt wel. Ja. Maar opa zei dat ze je heel graag in een lijstje wou hebben. Maar ik dacht, dan doen we even iets creatievers. Maak er een mooi boek van. Heel mooi, ja. Verdorie. Ja. Oh, die is ook mooi. Ja. Nee, daar ben ik heel blij mee. Ja, mooi zo. Een heel fijn extraatje. Ja? Ja. Mooi zo. Graag even voor de hand. Dat is een mooi foto. Ja, heel mooi, ja. Ja. Nee, prachtig. Echt leuk. Zoals je bent, met het gezicht en zo. Gelukkig, ja. Niet gemaakt. En nee, we hadden ook helemaal geen make-up op of zo. Nee, maar dat zie je ook met de spoeltjes erdoor. Ja, precies. Mooi, ja. Niet circus echt te doen. Ja. Dat is een vaas. Oh! Ik heb er ook nog eentje bij ergens gedaan, stiekem helemaal naakt. Maar dat zie je... Ik wil eerst een paar bijntjes op hebben. Mooi hoor.
Hoeveel uren zijn daar aan besteed? Ik denk dat we ongeveer 2 uurtjes bezig waren met foto's maken. Nou, nee. Ja. Wij moesten net op poseren. Maar kan je deze eens laten zien? Kan je die eens omdraaien en laten zien? Dit vind ik misschien wel de mooiste pagina zo. Ja. Zo allebei zo groot. Ja. Schitterend. Ja, echt leuk. Ja. Ja, zeg maar tegen je moeder, dat is ook niet. Echt, jullie fotografeerden allebei heel mooi. Precies zoals je bent. Ja, ja. Mooi zo. Ja, ja. Echt. Ja, dat voel je ook hier gemaakt. Bij de... En weet je wat leuk is, man? We hebben er ook eentje besteld voor jou. Echt? Ook zo'n boek. Ja, super, echt? Ja, serieus. Oh, dat vind je heel lief. Maar die wordt naar je huis opgestuurd. Dus die krijgen als het goed is vandaag of morgen, denk ik, dat die op de mat ligt. Super. We hadden eerst 1 boek besteld als test. En die is zo goed uitgekomen dat we dachten van, nou, dan... Doen we er nog eentje? Ja, dat vind ik heel mooi. Ja, lief, dankjewel. Super mooi, ik vind echt topping. Mooi zo. Ga alsjeblieft. Nou, weer een gebakje. Ja. En hoe zit de stoel? Oh, heerlijk. Ja, opa, hoe zit de stoel? Ja, geweldig. Ja? Ja, zeker. Oh, mooi zo. Helemaal niet in. Ja, een bordje op, gereserveerd. Ja, nou, als opa slaapt, kan jij erin. Oh, hij slaapt op die stoel. Als je krijgt met de oma, dan kan ik daar heel fijn op slapen. Oh, heb jij dat dus? Ik zeg als. Oh. Maar heb je een leuke dag gehad? Ja. Ja? Ja, heel ontspannen. He? Ja hoor. Wat? Heel ontspannen dag. Leuke ja, dag. Ja. Ja. Ik had mijn schoenen door jullie tuin helemaal zwart. Echt? Ja, we waren oma kwijt. We waren echt, het hek was nog niet los. Of hup, hup, hup. Dat ging ze. Dit was al boven, weet je wel. Wij stonden beneden. Hup. Liep ze ineens helemaal achter in de tuin. Ik heb alles heel goed bekeken. Maar heel mooi. Ja hè? Prachtig. Heb je nogal op- of aanmerkingen? Nee, nee. Ik vond het heel goed gedaan. Goede bouwen ook en zo. Ja, je kunt het zien. Ziet er mooi uit, ja. Nou, mooi. Heel mooi uit. Nou, we hopen dat als jullie de volgende keer langskomen, dat het dan bijna af is. Ja, daar hoort dat mij mooi zijn. Dat ja. Mooi. Nou, je hoort wel van Milan wat wij allemaal besproken hebben. Dat gaat hij met jou bespreken weer. Oh ja, hele belangrijke familie. Maar op een gegeven moment was oma, klop, 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 vergadering. Dan hadden we een vergadering. Besluiten genomen en dan moeten jullie het mee eens zijn. Ja. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga wel naar Enzo toe en ik bespreek alles en dan komt het. Nou, ik ben benieuwd. Ja, hele leuke dingetjes heb ik gedaan. Oké. Okay. Ja. Nou, mooi zo. Top, Herron, weet je wel. Misbruik gemaakt van jouw corona. Maar ik hoor wel jouw pratende keel is ook zwaar over. Ja, ja, het begint nu echt serieus beter te gaan. Ja. Ja, ik had toen ik vanochtend... ja, ik heb ook net een maskertje opgedaan. Dus misschien zie je ook dat ik er daardoor beter uitzie. Ja, een extra dropje. Een nee, maar ik... Ja, ja, een roze kleimaster. Kan je dat zien? Ja. Oh, kijk eens. Ja, ik heb jullie cadeaus ook achterin. Oh, oh echt? Ja. Oh, nou, gooi die maar naar binnen. Kijk mama rennen dan. Ik vind altijd het zo leuk aan de outfitjes van je moeder, dat ze dan van die sneakers eronder heeft. Het ziet er zo stoer uit. Het ja. Echt een leuk outfitje zo. Zo'n eigenlijk een heel tuttig jurkje met sneakers. Knuffel terug. Oh, kijk eens. Oh. Cadeautjes. Ik neem ze voor de zekerheid mee. Je weet maar nooit. Stel je voor dat we nog langs jullie komen. Ja. Ja. Maar als jullie het niet leuk vinden, je moet tegelijk uitpakken. Ja. En als je het niet leuk vindt, moet je het eerlijk zeggen, want dan kan ik het ruilen. Oké. Je moet het echt eerlijk zeggen. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, we zijn altijd eerlijk. Het is niet breekbaar, dus... Boy, yo. Oh, dat kan ik niet. Ja, ik heb hem. Alsjeblieft. Yeah, je hebt hem. Ik heb hem. Let's go. Zo, ik moest even naar achteren gaan, want ik heb een zoomlens hier in mijn handen, dames en heren. Check die zoomlens. Ziek, hè? Die kan echt vet ver inzoomen. Nee, ik ga even... Oké, okay, daar gaat-ie. Oeh, dat is zo'n heuptasje. Oh, voor het motorrijden. Oeh. Oh, nice. Oh, dat is ideaal. Dat vind ik echt leuk. Heel nice. Doei, opa. Doei. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Leuk dat jullie nog even langskwamen. Ja, ik ben nog beter, hè? Wetenschap nog en goed aanrusten. Komt goed. Wij hadden geen kunst. Wij zien jou in Italië, hè? Oh ja? Ja, komend weekend gaat je moeder ook naar Italië. Oh, nice. Ja, dan zien we elkaar in Italië.
Ciao. Naar Italië. Ja. Wat zeg je, oma? Wij komen ook nog een keer naar Italië. Ja, gezellig. Alleen met vliegtuig. Met vliegtuig? Ja. Alleen als je knolpower roept. Knolpower. Doei. 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 Nou, daar gaan ze weer. Doei. Wat een mooie auto. Ja, zeker. Mama heeft echt een mooie auto. Doei! Doei! Tot gauw! Oké, dat was echt superleuk, dames en heren. Dat was echt heel erg nice om opa en oma en mijn moeder nog eventjes te zien. Dus ik heb echt genoten. Ik heb alles al aanstaan. Ik heb hier de camera weer aanstaan. Ik heb hier Fortnite aanstaan. Mocht je Fortnite spelen, ik zou zeggen gebruik dan mijn creator code Knolpower. Die staat nu ook in beeld. Wil je me supporten? Dankjewel daarvoor. Fresh nieuwe t-shirt aan van Knolpower. Let's go. En allerlei soorten kleuren, maten, alles erop en eraan. Check knolpower.nl. We hebben weer wat t-shirts op voorraad. Dus sommige t-shirts en hoodies die uitverkocht waren, die hebben we weer even met maten aangevuld. Dus check het. En dan ga ik nu even lekker een paar uurtjes gamen. En dan hebben we denk ik op zich wel een leuke vlog neergezet voor jullie. Oké, dames en heren. Dat was hem voor vandaag. Het is nu bijna 11:15 in de avond. En ik heb echt super leuke livestream gehad. Bedankt voor iedereen die er was. Bedankt voor allemaal de vlog kijken. Zoals jullie merken, maar ik begin wat meer energie te krijgen. Dus hopelijk na een goede nachtrust morgenochtend helemaal fris en fruitig. Bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace!